Echt wel een broek aan, hè, jongen. Ja, dat dun dingetje zal... Maar ik zal het wel filmen. Nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Het is alweer een aantal dagen geleden. Maar ik heb vandaag de deur uit. Ik ga richting Tommy. Dus ik dacht, ik kan gewoon nog eens vloggen vandaag. Trouwens, voor alle mensen die mijn laatste video hebben gezien. Heel veel mensen hebben niet duidelijk opgelet. Waarin ik heb gezegd dat mijn video's niet fake zijn. En dat ik deze video of die video gewoon had gemaakt. Met de bedoeling om te laten zien waar het er fake zou kunnen zijn op social media. Ik kreeg nogal veel commentaar van. Oh my god, zijn alle video's een fake? Nee, bitches, alsjeblieft. Dat is niks fake aan. Ik kan niet met zo'n volk. Weet je wel, dat kost nog meer moeite om fake te zijn dan gewoon real te zijn. It was just an example, hè. Ja, in ieder geval, ik ga even mijn eigen klaarmaken. Ik ga even... Ah, mijn oor. Wat is dat? Kinderen zo dat je ineens een steek krijgt in je oor? Die hebben ze echt zo 2 dagen geleden mijn haar gekruld. En dan ziet er zo nog altijd zo uit. Maar ja. Oké, kleren pakken, make-up opdoen. Ik heb trouwens echt weer een mega kort nachtje gehad. Ik was om 3 uur deze nacht, begon ik ineens te stofzuigen. En te dweilen en zo. Ja, ik ben er wel voor gegaan. En ik was aan het denken, oei, maar die eens is aan het slapen. Die moet gewoon werken. Maar die heeft er blijkbaar niks van gemerkt dat ik dat aan het doen was. Dus dat is top. Ik was enkel in mijn kamer aan het kuisen natuurlijk. Ik kon niet ineens heel het huis doen midden in de nacht. Hè. Dus ja, mijn kamer is weer helemaal een fleek. En dan ben ik ben een serie aan het volgen, American Horror Story. Het eerste seizoen heb ik uitgekeken. En ik moet van het tweede beginnen. Maar ik was dan nog even aan het kijken en dan ben ik echt om 6 uur weer gaan slapen. Dus echt, mijn bioritme is echt nog die kleur. Dus, maar ik ook ergens niet erg vind, want ik hou meer van nacht dan van dag. Dus ja. Maar rond een uur of 4, 5 van de morgen, ja, van de nacht van de morgen, dan... Ik word echt para, hè. Ik lig in mijn bed en ik hoor ineens een klink naar beneden gaan. Ik hoor een deur open gaan en die deur gaat terug toe. Of dat in de gang was, of weet ik veel waar, dat kan ook hier in mijn bureau geweest zijn. Ik heb geen idee welke deur dat was, maar het was wel heel duidelijk een deur. Want gastje keek ook even zo omhoog. En ja, als een hond reageert, dan weet je dat er echt iets is. Hè? En ik stuur nog eens op dat deur. Ik zeg, gastje, waar ben jij dan? Ik krijg zo geen antwoord. Pas morgens krijg ik antwoord van, huh, wat? Ja, dat is niet wat je wilt horen, natuurlijk. Nou, die zei de Jens ook van, ja, maar het kan wel zijn dat ik naar toilet ben geweest. Ik kan me daar niet zo goed herinneren, maar ja, daar staat mij wel iets van bij. Dus ja, het kan zijn dat hem het wel was. Maar ja, God begreep even goed dat ik op zo'n moment niet even kon kijken van of het de Jens is of niet, hè. Dus ik lag daar zo 1,5 uur in mijn bed zo gewoon te lusteren naar niks. Ah, boe. Oké, nu even mijn make-up doen. Kom, hoefkes. Oh, dat oor is best dingetje, dat ik ken dat niet meer. Zie, die zo opgeruimd zich. Ja, deze tafeltje moet eigenlijk weg. Ik weet niet wat dat hier nog zat te doen, maar... Oh my. Wat is dat met die? Ik heb echt juist gestofzuigd, zie. Als ik elke keer als ik deze opentrek, zie waar het allemaal uitvalt. Nou, nu valt er zo niks uit, Kenny. Er zie je, er valt allemaal zo van die piepschuim uit. Gast, ik kan daar niet mee. Ah ja, ik heb vannacht ook al mijn make-up borsteltjes gewassen. Dus je kunt dat wel duidelijk zien. Eerst zag je dat zo wat bruinig van boven. En nu is dat gewoon gedaan. Nu is dat gewoon volledig terug wit. Dus ik heb die allemaal afgespoeld. En dan gewoon op een handdoek laten liggen. Een hele nacht. En nu is dat hier droog. Oh, die is zo fighting hier. Ik heb trouwens voor de eerste zijn verjaardag een parfum besteld. En die is er juist aangekomen. Zo strak als hij thuis komt, maar hij weet dat altijd en dat gaat krijgen. Zo. Maar dan tot dat op tafel en dan he knows like, oh, it's my birthday present. En voor mijn eigen heb ik ook een andere parfum gekocht. Eén dat ik vroeger altijd droeg, DKNY. Dat is zo dat groen appeltje, ik weet niet of je dat kent. En ik had die vroeger eigenlijk altijd. En dan heb ik die een lange tijd niet meer gedragen. En nu heb ik zoiets van, oké, ik kan hem die nog eens proberen. Want jij, het is expensive, ja. Ik weet niet waar het is mislopen, maar mijn make-up is zo slecht vandaag. Amai, ik vind het ook gewoon niet wat er gebeurd is, maar ja, ik ga niet helemaal opnieuw beginnen. Het is wat het is. En ik kan er een Tom, worst case kan hij er nog wel iets aan doen. Maar yeah, not really proud of this one. Ik heb zo'n nieuwe nummerplaten gekregen, omdat ik heb de auto altijd geleased op het bedrijf. Maar ik heb die sinds kort privé gekocht. En fucking hell, mate. Ik moest gewoon 2 nummerplaten afwijzen, maar die zaten zodanig vast dat ik de juiste schroeven draaide er niet voor had. Uiteindelijk wel gevonden. En van achter is er zo, ja,
wat is dat? Zo'n soort van kader waar dat je je nummerplaat in moet steken. Dus ik haal die kader eraf, met er zo leaseplan op stond en ik wou dat de rest schrapen. Ik had zoiets van, dat blijft er niet op. En ik zet dat er nadien terug ondersteboven op. Ik ken niet, maar de nummerplaat stek er nog niet in, dus dat viel niet op. Ja, 3 kwartier later zat alles erop. Dus ja, ik heb een nieuwe nummerplaat. Ik kan die natuurlijk niet laten zien, dat zou er ook zijn. Al zal die heel sporadisch wel eens in beeld komen waarschijnlijk. Het is niet dat ik er echt heel hard op let. Is er post? Yes, er is post. Ik ben echt een lui wijf op dat vlakje. Wat ik altijd doe, is ik zit helemaal in een auto, zo dicht mogelijk tegen die brievenbus. En dan pak je dat er zo gewoon uit. Oh. Ik kan niet zo. Oh, de helft is ook altijd reclame, maat. Ik heb zenuwachtig voor reclame. Reclame. Oké, Tommy. On my way. Finally hier. If it ever opens, you can see me here. He's always going away when I do that, hè? What an asshole, Jenny. Bitch, I can't met mijn eigen. Being unhappy. Kom hier binnen voor happiness, a little bit. Waar is er mee je eigen? Ik gewoon. Waar? Gewoon? Maar is er goed? Nee, is niet waar, Gersje. Het enige wat dan nog opvalt is dat mijn tetas zou wel zijn. Waar is er? Ik weet dat niet, mijn make-up, alles. Maar enfin, sorry. Ik zou dat toch nooit? Maar sorry, mijn huid is veel te donker tegenover mijn titten en dat zo. Dat valt echt mee, ik zou dat nee. Echt wel... Trust. Like, ik leef... Slit wilt gewoon mijn make-up niet fixen, hè? Ik leef ervoor om te zeggen, you look like shit. Maar dat is niet. Ja, sorry, ik voel mij echt slecht in mijn vel. Dat is dat, denk ik. Ja, ik voel mij echt niet. Ik vind dat jij er nog... Vrij fris uitzien. Sowieso dat je al een uur zit te ranten en je camera zit er kei slecht uit. Nee. Ik heb daar wel op het begin als ik thuis was, heb ik dat even gedaan. Maar ik voel mij echt slecht. Allee, zo, ik voel mij goed, maar ik voel mij slecht in mijn vel, jongen. Yeah, so, can you fix it a little, dat ik een beetje beter voel? Yeah, drinking coffee first, hè. Yeah, that's fine. I don't care. As long as I look as Angelina. Ja, dat is een beetje wat fixen. Maar... Oh nee, ik voel me niet. En dat je vooral wat minder goed voelt in je vel. Nee, maar ik voel me wel goed, maar ik voel me gewoon lillig. Snap je? Wat was dat? Ik zeg gewoon zo. Yeah, bitches, we're sitting here, is gonna do my makey. Maar een beetje gewoon wat... Oh, ik ken dat een beetje. Ja, maar een beetje opfrissen. Ik zie er maar wat is opfrissen? Vertel dan. Zie mijn kop al, wat is dat? Wat is er? Ja, buiten dat je uitgelopen is en zo. Ja, dat is ook zoiets. Hoe komt er dat altijd aan deze kant alleen elke keer onder mijn ogen komt? Ja, elke keer. Dat kan toch zijn. Nee. Dat is bij iedereen. Zie jij dat klein stukje niet? Zie je dat? Ja. Dat is altijd daar. Altijd. Maar dan breng je geen waterproof, hè? Nee. Maar ja. Wat wil je doen? Dat is echt verschrikkelijk, jongen. Als dan maar je ogen iets boller staan. En als dat iets boller staat, moet je dat zeker goed afpoederen eronder. Dit is de voor. En dit is de na. Yes. Zoiets nog very, allee, erg is een beetje natural, hè? Yeah. Maar zo wat gepolished, natural. Dat vind ik heel mooi. Ik voel me eigenlijk al een pak beter. Ja. Eens kijken. Ah ja, oh my god, dat is zo ver in die spiegel. My maat. Ja, zot, hè? Mm. Voel je goed? Ja, ik voel me eigen goed. Allee, let's go shopping. We kunnen naar het shopping center. Let's go shopping. Ja. We are going to the shopping center. Ze hebben een afspraak gemaakt. Ik wist niet dat ik dat ooit in mijn leven zou doen, maar... Om 5 uur naar H&M. Ja, kom het eraf zijn. Want we mogen maar een uur shoppen, hè. En we mogen maar een uur shoppen, hè. Een half uur. Wat? Wat, een half uur? Een half uur. Dat is niet waar, een uur. Een half uur. Maar hoe de fuck doet dat? Dan kan ik juist mijn sok open, gast. Die ken niet. Bitch. You're like... Waar is mijn masker? Schelding mijn moeder uit, son of a bitch. Son of a bitch. I'm the bitch, hey? My mother is no bitch. Ja. Hey? Yeah. Ja, cool. We zijn in een shopping center. Amai, mijn camera lens is weer vettig. En we gaan eens kijken voor wat toppetjes en shit. Is het een wrak of zo? Ik zweer het u maar, Tom is echt. Zijn ze er weer? Oh, maar zo snel wandelen dat jij doet. We hebben om 5 uur een afspraak. We hebben een half uur te shoppen. Het is 5 uur. Zo jij aan walking fast, hè? We zijn erbij. Maar dat is overal aanschaven en zo, we kennen niet. Ik zal de vers komen. Oh, mei. Mijn wandeltempo is dit. Maar het zat dus gewoon. Echt gewoon op het gemakje, mei. Je zit rustig aan het wandelen. Gewoon een normale pas. Ik ben blij dat ik nog eens in het openbaar even kom. Want mijn is rustig geneten in de plaats van het sneltrein te zitten. Maar
biedt helemaal 20 minuten meer. Ja, wat is dat? Echt een half uur? Of is dat serieus? Denk ik dan. Is dat echt een half uur? Ja. Dat is echt erover. Ik heb een mooi jasje voor u. Dat is niet te kort, hè? Het is tenminste een frak aan, het is een beetje gekleed. Ik heb frakken, maar ik heb allemaal lange frakken. Ik hou niet van korte frakken. Kom kijken in de spiegel. Ja, maar misschien is het toch een beetje dingen. Ja, het spreekt niet. Het is er? Ja, ze wil dus gewoon deze zo passen, ja, omdat ze niet de paskot kunnen. Maar een half uur in tijd. Is dat niet? Dat is gesloten met een knoop van onder. Ah, je meen niet. Dat is met die camera zo. Die kijkers zijn helemaal... Ik heb een broek aan, hè. Ja, dat dun dingetje zal... Maar ik zal het wel filmen. Ik ga nou even verder zien, hè. Ça va? Ik heb al wel bij. Ja, maar we look a little bit further en dan maken we selectie wat we gewoon wat ja, ik kan alles wat hier in mijn hand zit, hè. Ik zeg het, ik ben helemaal niet naar die prijzen om te zien. Ik zeg maar wat aan het doen. Maar dat is echt jeugd hier. Ja, ik heb een jeugd soms, hè. Ja, maar ja. Allee, joh. Wat wilde een ding, een t-shirt met My Little Pony, of wat? Ja, nee, maar dat is echt wel... Natuurlijk ja, niet, just like... Maar eerlijk, kijk. Je kleed me eigenlijk toch mega oud door deze allemaal te dragen. Wat? Dat is kei volwassen, hè. You're almost 30, hè? Oh my god, ik ken je. Je moet je gewoon stijlvol kleden. Oh, best dat jij mij nog als vriend van Jesus. Hey, ik zou graag zo, maar je zegt totaal niet zien waar ik aan filmen zit, hè? Nee, ik was gewoon zo aan het. Ik zou echt zo een pofbroek willen. Snap je? Die daarvan ondersmal is. Zodat je niet kunt zien hoe dik dat ik zijn. Mijn waist is kei smal eigenlijk. Dus als ik die kan trekken tot hier, dan lijkt dat alsof ik echt een figuur heb. Het is een pofbroek. Maar een pofbroek, kan ik. Ja, je moet een pofbroek. Ach, Luc. Even in Spans. Ik moet deze nog short hebben. Ah, wat is dat, maar. I'll just take it, whatever it is. Het is echt zo'n hot pants. Maar als je iets jong wilt, dan... Ja, ik vind zo van die toffe t-shirts wel tof. Maar ja, je draagt dat. Weet je, ik vind als jij dat draagt, dat trekt zo... Nee, dat dan niet, hè. Dat trekt zo... Ik weet het niet. Slonzy is... Snap je? Mm-hmm. Dus je mocht wel een beetje zo wat girly kleden. Mm-hmm. Op welk punt zit ik dat ik me echt te oud voel om hier door te wandelen? Rondpunt. Ja! Inderdaad. Wat bedoel je op dat voor punt zit ik? Maar gewoon, ik vind niet dat ik hier niet woon meer zit. Ja, Brems, het is gewoon echt jeugd, hè. Come on. Maar ze waren... Weren. Excuseer. Ja? Wij hebben een speciaal voor u gekomen. Echt? Gaan wij een foto pakken? Ja hoor. Oeh, hoe weet je dat je dat nu zei? Mag ik ook nog even iets in de voor zien? Ja, tuurlijk. Ga iedereen Jamila volgen. Zij verdient veel steun. Dat is kei lief, dankjewel. Hela, kan het. Ho! Ho, ho, ho. Letterlijk, ho. Maar kom, we moeten naar de kassa. Ja, kom. Moet ik wat overpakken? Nee, oh, Ida, Friday. I can wear it all week. Staat ik er nog? Ja, eigenlijk wel nog. Dat is zo het fluweel ding dat ik bedoel. Oh, dat stinkt zo, als je dat aan de olie roze. Doe maar in, maar. Een L. Ik heb een bloemenkleedje. Nee, jongen, bloemen, dat verdikt. Ik kan niet mee. Maar dat zijn kleine bloemetjes. Hoe meer patronen, hoe kleine bloemetjes op een grote bloem. Wat? Kleine bloemetjes op een grote bloem. Oh, kom, van mijn deur. Ja, het is goed. Oh, het is toch alles zo dat... Maar ziet eens, als je nu alles effectief gaat meepakken. Ja, sowieso, maar ik moet zien hoe dat is, hè. Oké, okay, dat frakske. Ja, die t-shirt, ga je eraan doen of nee? Ik vind dat... Je hebt dat gekozen, hè. Moet dat maar... Ja, maar dat was niet voor hierop. Dat was gewoon een basic voor zo... Ja, dat is goed. Pak dat maar mee. Kies aan ons, kom. Nee, maar wacht even. Zeg, er is nog iemand. Kom maar voor, hè. Nee, nee. Oh. No patience. Waarom had je eigenlijk gewoon niet sponsoren door Haasje nemen? Ja, eigenlijk, hè? Het is allemaal betaald gewoon. Het is €300, een lichtje. €2,54. Ja, €2,54 is €300, gast. Allee, dan worden nu
Naar huis, ja. Fuck jij... you, hey, maat. Ik zit er juist. Wat wil je? Mijn nachos. Wel, er zit toch nachos bij, niet? Je kunt dat vragen, hè. Hmm. Dan vraag ik gewoon zo'n tofu. Ja, dat is de... Mijn nachos, of ja, dat kunnen vragen, natuurlijk. Maar dat is dan zonder rijst, dus dat is enkel met nachos. Nee, nee, er zit rijst bij, die nachos is extra. Nee. Jawel, zie jij ergens anders rijst bestaan? Nee, toch? Nee, nee, dat is de basis, hè. Make your own. Step 1 is uw base. Kies tussen quinoa, brown rice, white rice, salad of whatever. Nachos kunnen erbij pakken. Maar ik wil guacamole. Ik ga voor de eerste keer een pokeball eten. Pokeball? Ja. Met tofu. Ik ben nog nooit gegeten met tofu, hoor. Dat is vegetarisch. Ik heb nog nooit gegeten. Ik ben benieuwd. Denk je donuts? Nee, nee, nee. Geen donut. Nee. Moet jij dat hebben? Nee, ja. Gewoon. Nee. Moet jij waar het de uitgang is? Ja. Hehehe. Oh, bitch. Ik zal het zien wat ik ga doen straks van make-up. Wat ga doen? Ik heb nu deze. Dat ziet er niet met dat licht. Dat is nog twee keer niks. Mm. Ik zal te stonen, wacht. Ja. Nou ja. Ja, ik heb toch die dingen gemaakt. Ik wil zoiets speciaal doen is. Dat zijn oren. Nee, man. Ah. Ja, ik zit nog van de werken. Nee, dat is eigenlijk voor rond je ogen. Je oog komt eigenlijk hierin. Ah, ja, ja, ja. En dan is dat zo en dat is een soort van cheekbone precies. Zo. Ja, ja, ja. Zo heel futuristisch. En dat is zo, het weet punkachtig of zo. Ik weet niet, met zo van dat neongroen. En dan zo graven ooglook erbij. En dan zo die dingen daar rond. En zo heel veel sproeten zo. Jij doet something useful with it, hè? Ja, en ik ga naar huis rijden, want het is ondertussen 7:10. Tegen dat ik thuis ben is 7:10. Maar gaan we dat morgen doen of wat? Kaarsen maken? Ja, we gaan morgen kaarsen maken. Yes. Want Tom maakt heel veel kaarsen, die worden verkopen dat ook. Op makeuphub.be kun je echt van die super lekkere geuren, geloof mij. Je kunt ze niet rieken online, maar die are lekker. I confirm it. We willen eigenlijk een soort van kaars maken die dat, ja, een beetje... Jamila gaan noemen. Jamila gaan noemen, gewoon. Eindelijk heb je gezegd van dat is eigenlijk kei leuk om te maken. En dat kan dus leuk zijn voor een video. En dan hebben wij wat reclame natuurlijk voor die kaarsen. Maar die zijn good candles, anders doe ik dat nooit niet. Ja, ja, en dat zou ik toch niet promoten, dus nee, jongen. En dan is dat tof dat jij zelf kunt kiezen welke geur, welke... I know, ik kan zo alles kiezen van die kaars. Welke kleur, welk potteke. Ja, so it's gonna be like my candle, ik ken niet. En welke bloemetje dat je... En die komt ook te koop te staan, hè, op Make-up Hub. We gaan er een aantal maken dan, ja, met je naam Jamila en dan voor je fans. Dan, maar we zullen die kleintjes maken, hè, dat ja, niet ja, 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 dat is gewoon. So, maar het kan er niet veel zijn dan, hè. Hoeveel zouden we er ongeveer maken? Een stuk of 10 of zo. 10 of zo. Dus 10 mensen kunnen een kaars kopen. 10. Die Jamila gaan noemen. Die dat Jamila gaan noemen. Je only de Jamila candle, hè. Ja, en jij gaat alles kiezen, hè. Ja, ik kies alles van kleuren, vormpjes erop, geuren, alles. Ja. Spannend, hè. Ja. Yeah. Kan wel leuk zijn, hè. Ja. Ik heb nog nooit een kaars gemaakt, dus voor mij is het de eerste keer. En wel, maar ja, zo is altijd met de kelder. Ja, wat was dat? Dus morgen kaarsen maken en nu naar huis rijden. Zo, bye Tommy. Bye. Zo mensen, ik ben thuis aangekomen en ik ga de vlog ook ineens afsluiten. Als je het leuk vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe vlog of video plaats. En dan hoop ik jullie morgen weer terug te zien om 5:00 bij een gloednieuwe video. Doei!